Hallo lieve mensen, wat anders dan anders deze video, maar het is mijn kanaal en ik mag maken wat ik wil. Fight me. Please don't fight me. In deze video ga ik een quiz doen om mijn ecologische footprint te berekenen. Dus hoeveel aarders ik verbruik. Dus hoeveel mijn levensstijl vraagt van de aarde. Ik vind het best een beetje spannend, want ik ga mezelf in deze video helemaal exposen en blootgeven. Maar ik hoop vooral gewoon dat het ook een beetje informatief gaat zijn. En dat we ook nog een beetje kunnen lachen natuurlijk. En ik hoop natuurlijk dat jij deze quiz ook gaat doen en hem deelt met iedereen. Om gewoon een beetje bewustwording te bevorderen. De link staat in de beschrijving. Je hebt misschien al eens gehoord van Earth Overshoot Day. Dat is de dag van een bepaald jaar waarop we vanaf 1 januari geteld al zoveel van de aarde hebben gebruikt, qua grondstoffen bijvoorbeeld, dat de aarde ons in 1 jaar kan geven. Voor Nederland was dat afgelopen jaar al op 4 mei. Wat betekent dat we dus 3 keer zoveel van de aarde vragen als dat het kan opbrengen of verwerken. En dat betekent dat als we zo doorgaan met leven, het over een paar jaar geen feest meer zal zijn. Want er zijn natuurlijk helemaal geen 3 aardes. Al lijkt Thierry Baudet zich dat niet helemaal te beseffen. Oké, we gaan met de quiz beginnen. Inloggen voor dingen. Oké, de eerste vraag gaat over dierlijke producten eten. En ik vind het echt heel grappig hoe ik zo vaak de vraag krijg of ik nou vega of vegan eet. Wat zit daar toch achter? Dat moet ik toch zelf weten, jongen! Grapjes. Ik denk wel dat het eten van dierlijke producten echt de makkelijkste manier is om je eco-footprint te verlagen. Zelf eet ik thuis eigenlijk vrijwel vegan. En buiten de deur wil ik nog wel eens iets van zuivel of zo eten. En weet je, de vegetarische slager komt binnenkort met een frikandel, dus de evolutie van de mensheid is nu echt wel compleet. We kunnen dieren gewoon met rust laten. Ik ga even specificeren. Sowieso geen vlees. Ook geen vis. Ik hou ook niet van vis. Oh. Lam. Beef of lam. Weet je, ik vind dat zo grappig. Vroeger at ik heel vaak kalfskroketten, want dat vond ik echt super lekker. Totdat ik opeens besefte dat dat van een kalfje wordt gemaakt. Zo dom, maar even hè, dat je vlees eet, oké. Maar hoe eet je babydiertjes? No judgment natuurlijk. Oké, beetje judgment. Oh, helemaal fout gegaan. Zo. Hoeveel van het eten dat je eet is niet bewerkt, niet in verpakking of lokaal gemaakt? Weet je, ik hou van chocola en koekjes. Als het kon, dan zou ik ermee trouwen. Maar uiteindelijk denk ik nog steeds wel dat ik meer onbewerkte ingrediënten eet dan gemiddeld Nederland. Ja, dat durf ik wel te zeggen. Onverpakt. Ja, ik let er wel op. En ik koop bijvoorbeeld liever in papier of blik dan plastic. Maar afval blijft afval. En ik let erop, maar dat betekent niet dat ik het niet koop. Bovendien zorgt de verpakking vaak voor een langere houdbaarheidsdatum. En één ding wat nog erger is dan een plastic verpakking is voedselverspilling. Qua impact op de aarde, zeg maar. Lokaal. Ja, ik koop wel graag bij Eco Plaza. En zij hebben wel veel lokaal. Maar als ik bij de gewone supermarkt ben, ja, dan let ik er wel een beetje op. Ik probeer wel seizoensgroenten en fruit te eten. Dat lijkt me ook belangrijk. Jeetje, moeilijk te zeggen dit zeg. Overigens, tip van de dag, brengt Milieucentraal iedere maand een schema uit met welke groente en fruit je beter wel of niet moet skippen. Want soms dan is een tomaat uit Spanje uiteindelijk zelfs duurzamer dan bijvoorbeeld uit een kas in Nederland. Wat voor huis heb ik? Rowhouse, materiaal, concreet, stenen. Hoeveel mensen? 2, size. Oh. Nee. Hebben we elektriciteit? Ja. Hoe energie-efficient is your home? Maar het is nieuwbouw en het is heel energiezuinig gebouwd. Goed geïsoleerd. Hoogst mogelijk energielabel. En de stenen die zijn gemaakt van de oude stenen van het gebouw wat hiervoor stond. Dus Er brandt geen licht als het niet hoeft. En als ik iets niet nodig heb, dan trek ik de stekker eruit. Mede hierom is deze video ook zonder Max. Ja, ik zou deze wel durven zeggen. What percentage of your home's electricity comes from renewable sources? Oké, dit is wel interessant, want er zijn dus best wel veel energieleveranciers die zeggen dat ze groene stroom bieden, maar eigenlijk helemaal niet zo groen zijn. Ik heb zelf de Consumentenbond gecheckt en daar de energieleverancier gekozen die een 10 kreeg, de hoogste score. Dus ik durf wel te zeggen dat mijne helemaal groen is. Hoeveel afval verga je vergeleken met je buren? Nou jeetje, ik heb er niet mijn hobby van gemaakt zoals Hyacinth Bouquet. Shit, nu verraad ik mijn leeftijd. Om uit de ramen te kijken wat mijn buren allemaal afvoeren. Maar aangezien de rest allemaal kinderen heeft en wij niet, weet ik wel zeker dat het zoveel minder is. Aan de andere kant, wij hebben weer 5 katten. Nee, ik durf wel te zeggen less. Hoe vaak koop ik nieuwe kleding, meubels, gadget, elektronica? Ik koop waar het kan tweedehands, kleding, spullen. Maar ja, ik heb wel bijvoorbeeld een nieuwe camera en ik heb een telefoon. Beide zijn ook wel mijn werk, dus ja. En ik vind ergens wel dat ik hoop dat ik mensen inspireer misschien met wat ik doe om wat bewuster te leven. Dus in die zin kan ik het ook wel weer een beetje balansen. Ja, nieuwe kleding koop ik sowieso eigenlijk niet. Ook meubels ook vaak tweedehands. Hoeveel recycle je? Ik scheid mijn afval in ieder geval altijd. Dus ik denk dat ik hier redelijk score. Wat in ieder geval belangrijk is, even een tip from me to you, dat je je verpakking altijd klein maakt en dat je het afval niet vervuilt. Dus stel je krijgt bijvoorbeeld zo'n plastic folietje met folders binnen. Dan moet je dat dus wel uit elkaar halen. Dat je het papier echt bij het papier doet en het plastic echt bij het plastic. Want anders dan, ja, werkt het niet. Niet dat ik folders in mijn brievenbus krijg, maar you get the idea. Hoe ver reis ik met de auto of motorcycle? Average fuel consumption. Wij rijden natuurlijk elektrisch, want we hebben een elektrische auto van Kia. Ja. Wat is carpoolen? Ik zit nooit in mijn eentje in de auto, dus telt dat dan? How far do you travel on public transportation? Ja, ook niet veel. Als ik 1 keer de tram neem, dan is het veel. Hoeveel uur vlieg je per jaar? Lastig onderwerp. Ook hier vaak vragen over. Ik ben niet gestopt met vliegen, maar ik vlieg wel echt veel minder dan ik zou willen of kunnen. Ik sla heel veel persreizen af. Ik maak vooralsnog wel 1 grote reis per jaar, want ik vind het ook wel belangrijk om wat andere culturen op te snuiven. En ik zorg er dan wel voor dat mijn vliegreis echt nut heeft, dus ik doe er wel een lange reis. Oké, ik moet 16 uur invullen voor dit jaar, maar ik compenseer wel altijd mijn CO2 en ik weet dat dat niet voldoende is. Dus oké, ik ga voor 12 uur. Kijk, dit is natuurlijk een inschatting. Ik denk dat wat vooral belangrijk is om te beseffen dat het heel makkelijk is om te kijken naar zichtbare dingen, zoals plastic verpakkingen en kleding en autorijden. Maar voor de gemiddelde Nederlander zit denk ik de impact die je hebt op aarde veel meer in andere dingen. Verborgen impact van bijvoorbeeld spullen, trouwens ook vlees eten, dat is echt heel veel hoger dan je denkt. Je ziet niet de koolcentrales en de megastallen van koeien en hoeveel land en water ze verbruiken als je je dagelijkse ritje naar je werk maakt. Meestal dan. Ik niet. Er is nog zoveel wat we niet weten, wat ik niet weet en ik heb er al echt heel erg veel over gelezen. Wat ik vooral wil zeggen is denk ik, geloof niet zomaar de media en alle nieuwsartikelen die dan weer uitkomen over oh dit is slecht of dit is slecht. En stop vooral met oordelen. Wil je er zelf meer over lezen, dan raad ik je even 2 boeken denk ik aan. Hoe gaan we dit later uitleggen van Jelmer Mommers en de verborgen impact. Heb je nog vragen, stel ze in de comments. Doe ook even de quiz en deel je resultaten in de comments. Ook als dat geen schoonheidsprijs verdient. We gaan hier geen taboe van maken, jongens. Bedankt voor het kijken.